Hallo, ik ben Jim Piddock. Welkom bij de serie over puppytraining van Planet Puppy. Als onze hondenvriendjes er mooi uitzien, voelen ze zich ook mooi. Het gaat erom dat ze goed verzorgd worden. Hier met zijn wijsheid over het verzorgen van puppy's is Martin Dealey, oprichter van de EACP. Hallo Martin. Hallo Jim, leuk je te zien. En wie is dit prachtige baasje dat je bij je hebt? Dit is Kruger, een prachtige kerel, vind je niet? Kruger, een Tibetaan. Nou, zelfs een langharige hond als deze, Jim, kan er prachtig uitzien met de juiste verzorgingstechnieken. Het is zelfs best gemakkelijk. Nou, bedankt. Dat is een geruststelling. Zeg eens, Martin, hoe train ik mijn puppy om verzorgd te worden? Nou, als eerste moet je hem eraan laten wennen dat hij overal wordt aangeraakt. Wil jij hem even overnemen? Graag. Laat ons eens zien wat we gaan doen. Kom, schoonheid, ik draai je even om. Oké. Je moet hem eraan laten wennen dat zijn poten aangeraakt worden. Je ziet hoe ze eromheen getrimd worden, maar in de toekomst zullen we zijn nagels ook knippen. Misschien halen we ook wat haar weg tussen de kussentjes. Maak er daarom iets leuks van. Laat hem aan aanrakingen wennen. Eventueel houd je in je andere hand wat brokjes vast. Aha. Oké. Doe het dan zo, dan merkt hij niet eens dat hij getraind wordt. Hoe bereidt hij Kruger voor op zijn eerste borstelbeurt? Nou, ik laat de borstel meestal eerst alleen zien. Het is een nieuw voorwerp. Raak hem alleen aan met de borstel, oké? Laat hem er 1 of 2 dagen voor je hem echt borstelt aan wennen door de hond er alleen maar mee aan te raken. Heel langzaam, ja. Heel langzaam door de vacht heen. Als het een dikke vacht is, moet je natuurlijk oppassen. Maar het zou geen pijn moeten doen. Zo laat je hem eraan wennen. Maar je ziet wat Kruger al met zich heeft laten doen. Hij heeft zijn pony al in elastiekjes vastgebonden. Hij is prachtig. Dat leek ons makkelijker. Dat klopt, Jim. Want nu kan hij tenminste zien. Als er iemand van opzij op hem afkomt, ziet hij hun handen aankomen, terwijl hij met die lokken over zijn ogen ervan zou schrikken. En zo kan hij agressief worden. Moet ik op een bepaalde manier tegen hem praten? Nou, blijf vooral rustig. Ja. Blijf rustig, praat met een geruststellende stem. Als hij onrustig wordt, wacht dan tot hij kalmeert. Tot jij kalmeert. En ga dan verder. Geruststellend. Kun je ons iets vertellen over het trimmen van zijn intieme delen? Ja, ik zal dit baasje even omdraaien. Kom op, lieverd. Oké. Het is Mr. Kruger. Oké, ik ga hem voor je omdraaien. Eerst zijn achterste. Deze zone hier. Oké. Ja. Dit hier is een uitgang, Jim. En helaas heeft hij lang haar. Het kan gaan vastplakken en gaan klitten. Als het gaat klitten en hij gaat lopen, kan het gaan trekken en dat voelt niet prettig. Lichamelijke spanning dus. Nou, lichamelijke spanning als je loopt kan ook leiden tot wat psychische spanning. Alsof hij tijdens het lopen geknepen wordt. Precies. Er wordt aan het haar getrokken. Je bent heel braaf. Echt waar, Kruger. Hij is heel geduldig. Ik zet hem nu weer overeind en laat hem het begin zien. Je ziet onder zijn flanken heel fijn dons. En je krijgt die soort van watten tussen de poten hier. Oké? Wat is hij, braaf hè? Hij is gewoon schitterend. Je moet dit dus controleren en ook onder de oren. Oké. Het kan samenklitten tot wattenbolletjes. En die kun je beter weghalen. Anders kunnen er allerlei vervelende dingen gebeuren. Oké, hoe laat ik mijn puppy aan een föhn wennen? Nou, net als met de rest. Als het iets is wat lawaai maakt en wat hij niet kent. Dit keer blaas je ook nog eens lucht op hem. Ja. Oké. Je kunt het beste langzaamaan doen. Zo laten we hem aan alles wennen. Je laat hem stap voor stap aan het geluid wennen. Ja. Je zet hem op een lage stand en raak hem ermee aan, zodat hij eraan wendt. Martin, weer bedankt voor al je ervaring. Het was geweldig. Dank je wel. Nou, er valt altijd wel iets te verfraaien. Dat kon ik niet weerstaan. Oké, laten we de les van vandaag samenvatten met het 5-sterren overzicht van Yuka Nuba over je puppytraining voor de verzorging. 1. Laat uw puppy wennen aan aanraking in alle zones die getrimd moeten worden. Zijn oren, poten, snuit en flanken. 2. Voer uw puppy brokjes of laat hem op een speeltje bijten terwijl je hem aan het trimmen laat wennen. En gebruik altijd een rustige stem.
3. Laat uw puppy langzaam met de borstel kennis maken. Raak hem er de eerste dagen alleen mee aan. En als hij zich op zijn gemak voelt, borstel zijn vacht dan zachtjes. Hetzelfde geldt voor feuns en elektrische nagelknippers. Laat uw puppy er eerst aan wennen. 4. Let op signalen die wijzen op verstopping van de anale klieren. Bijvoorbeeld als hij de zon over het kleed schuurt. Ga naar een dierenarts voor deze kwaal die heel normaal is bij kleine honden. 5. Voorkom klitten in de vacht van uw puppy door hem regelmatig te borstelen. Van een vacht vol klitten kan een puppy geïrriteerd en humeurig worden. Nou, Kruger, dat hebben we goed gezegd. Tot de volgende keer bij Planet Puppy serie over puppytraining hier op Yukonuba TV voor geweldige honden.